Terwijl het nieuws over Kate Middleton blijft circuleren, doorbreekt een buurman eindelijk het stilzwijgen. De buurman van het koninklijke paar, William en Kate, heeft beweerd dat hij hen elke dag ziet. Laat haar alsjeblieft rusten en herstellen, roept hij uit. De situatie rond Kate veroorzaakt een golf van onrust in Engeland. Mensen vragen zich af waarom er geen updates over haar worden gedeeld. Op verschillende platforms gonst het van de meest bizarre geruchten. Sommigen gaan zelfs zo ver om te beweren dat Kate is overleden. Kevin Pietersen, een nabije buur van het koninklijke paar, noemt deze geruchten belachelijk. De complottheorieën over Kate zijn ronduit absurd, verklaart hij. We zien William en Kate vrijwel elke dag, zelfs de afgelopen dagen. Het is ongelooflijk dat mensen zulke waanzinnige en kwetsende verhalen verspreiden. Volgens Kevin zijn dit allemaal leugens. William en Kate zijn fantastische ouders en zo gewoon en bescheiden als maar kan. Laat Kate alsjeblieft herstellen van haar operatie. Respecteer hun privacy en laat hen en hun prachtige familie met rust, meldt hij. ITV News heeft eerder vandaag gemeld dat er een onderzoek is gestart naar een mogelijk datalek in het ziekenhuis waar Kate werd behandeld. Het onderzoek richt zich op drie personeelsleden. Als er inderdaad sprake is van een inbreuk, kunnen deze personeelsleden strafrechtelijk worden vervolgd. Kate zou ook een schadevergoeding kunnen eisen. Kate onderging haar operatie in de Londen kliniek. Hetzelfde ziekenhuis waar koning Charles werd behandeld voor zijn prostaatproblemen. Volgens de Britse media is er geen poging gedaan om bij zijn persoonlijke gegevens te komen.